Als je ballonnen ziet op een MKB-bijeenkomst, zijn die altijd van de ballonnenkoning. We gaan praten met de koning zelf, Maurice Herbst, met name over de naam die hij gekozen heeft. Hoe ik aan de naam de ballonnenkoning ben gekomen. Nou, dat is eigenlijk al een jaar of 15 geleden. Ik denk dat ik in die tijd zocht ik een naam die eigenlijk bleef hangen. Waarvan mensen dachten, hey, die ga ik herkennen. Er zijn heel veel mensen die kennen mij als de ballonnenkoning. Die weten eigenlijk niet eens dat ik Maurice heet. Ik sta in de telefoon vaak als ballonnenkoning. En dat is eigenlijk wel het resultaat van 10 jaar investeren in alleen de naam. Ja, ik word zeker vrolijk van ballonnen. Kijk, ballonnen kan je natuurlijk voor heel veel doelen inzetten. Je kan ballonnen gebruiken bij verjaardagen, bij trouwerijen, bij evenementen, bij jubilea. En ook actueel natuurlijk zeg maar met marketing doeleinden. Zoals de 1,5 meter afstand waar we heel veel mee doen op dit moment. Ballonnen zijn eigenlijk niet meer het zakje wat je koopt bij een grossier, maar het gaat juist heel veel verder. Het bedrijf ben ik begonnen met 1 zak ballonnen en een pomp om een ballonboog te maken, wat bij een ieder wel bekend is. Naderhand is ook de webshops erbij gekomen. We hebben een ballondrukkerij, dus we bedrukken alleen maar ballonnen. En daarbij, alles waar ballonnen gebruikt worden, zijn vaak evenementen. Dus dan groeien langzaamaan ook in de evenementen. Kijk, iedereen weet wat een ballon is en iedereen weet wat je met een ballon kan. En als ze vragen, goh, wat doe jij? Dan zeg ik verkoop lucht. Ik verpak het alleen heel erg leuk. En op het moment dat je gaat praten over het product, kom je er vanzelf achter dat wij meer doen dan alleen maar ballonnen. En dat doen we eigenlijk best leuk. Maurice, het is pas een feest als je bij de ballonnenkoning bent geweest. Dat is jullie slogan en ik sluit me daar geheel nu bij aan. Bedankt voor het leuke gesprek. Graag gedaan en tot snel.